Suriname moet het servicebedrijf Latacom, dat het e-ID-kaartenproject uitvoert, nog 6 miljoen Amerikaanse dollar betalen. Minister Bronto Somoharjo schetste een somber beeld van eerder gemaakte afspraken tussen de vorige regering en het bedrijf. Volgens de bewindsman zijn de beleidsmakers toen omgekeerd te werk gegaan, met alle gevolgen van dien voor de voorraad e-ID-kaarten. We hadden eerst onze e-registry in orde moeten maken. Voorzitter, ik herhaal, het is tot nu toe een lege kaart, omdat de vorige regering wilde laten zien dat we een e-ID hebben geïntroduceerd. Maar die e-ID heeft nog geen waarde totdat we de e-registry gemaakt hebben. En in dat kader, voorzitter, kan ik u aangeven dat er is gedeeld met een bedrijf, Latacom, die wij natuurlijk niks kwalijks nemen, want het is een commercieel bedrijf. Zij proberen ook het onderste uit de kant te halen. Zij hebben toen gezien met wat voor partijen zij onderhandelden. En het is ook gelukt om het onderste uit de kant te halen. Het is nu zelf zo erg dat wij heel erg afhankelijk van ze zijn. Er zijn betalingsafspraken met ze gemaakt door de vorige regering die hun niet zijn nagekomen. En dat er nu wel wordt geëist dat er wordt betaald. Anders gaan ze gewoon weg. En het zijn ook straks kunnen we misschien geen e-ID-kaarten meer printen, want de voorraad raakt op, maar ze wachten op betaling. NDP-parlementariër Melvin Bouva kon zich niet terugvinden in hetgeen de BISA-minister naar voren bracht. Bouva vindt dat er bij het regeren ook sprake is van continuïteit van lopende zaken. Daarom is het volgens hem nu de taak van deze regering om zaken naar hun inzichten aan te pakken. En dat e-ID-kaart, wat we tot op dit moment een flop kunnen noemen, door het nalaten van de handelingen die er moeten plegen. Laten we één ding vaststellen, voorzitter. We zijn Surinamers, Wasserenamang. En op één moment is er één regering die wat doet, waarvan wordt verwacht van de samenleving dat wanneer een regering overneemt en met alle fanfare overneemt en beloftes, dat ze het beter gaan doen, voorzitter, dat het beter wordt gedaan. Minister Somoharjo gaf aan dat het volstrekt onjuist is dat deze regering het e-ID-kaartenproject tot een fiasco heeft gemaakt. Dat is niet waar dat het door de handelingen van deze regering komt dat het e-ID een flop is. Het is vaste maand, dus de heer Bouva gaat mij dwingen om de waarheid te zeggen. Lid Bouva. Geachte lid Bouva om mij de waarheid te zeggen. Het is door handelingen van uw regering toen de tijd. Ik ga het kort uitleggen. Om een e-ID-kaart te laten slagen, moet je een e-registry maken. Nee, maar juist dit is het probleem, lid Bouva. Juist dit is het probleem. Nee, even, lid Bouva. Juist dit is het probleem. En dit kunnen we niet verder accepteren. Je hebt de ruimte gehad. Je hebt je zaken gezegd. Je hebt vragen gesteld. Je hebt politiek steekjes gedaan. En nu reageert de minister, maar dan gaat u door de zaal schreeuwen en zo kunnen we niet vergaderen als volwassen mensen. Als u het woord weer wenst, dan moet u het woord vragen. Ja? Maar u gaat niet door de zaal blijven schreeuwen, dat gaan we niet verder accepteren. Ja? U heeft nu het woord niet. Ja? Lid Bouva, ik hoef niemand hier te dwingen. Bij het vergaderen is het praten en luisteren en... Nee, nu moet u wel niet door de zaal blijven schreeuwen. Anders, nee, op dit moment is de minister aan het woord. Minister, u heeft het woord. Voorzitter, laat mij uitleggen, want ik snap dat sommige mensen... Voorzitter, ik wil het duidelijk uitleggen, omdat er is gezegd dat door de handeling van deze regering een flop is. Ik zie wel een flop, maar het is geen e-ID-kaart. De flop, voorzitter, is ontstaan omdat wanneer je wil dat de e-ID-kaart slaagt, een e-registry moet worden gemaakt. Oké, maar minister, deze discussie is op dit moment niet relevant. We gaan terug naar de beantwoording van die vragen, ja? Oké. VHP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin vroeg de bewindsman om een volledig verslag te presenteren aan het parlement betreffende de uitvoering van het e-ID-kaartenproject. In 2018 had de toenmalige oppositie,
nu de coalitie, niet voorgestemd tijdens de behandeling van de ID-kaartenwet, omdat toen al duidelijk was dat de regering Boutersen omgekeerd te werk ging. Maar ik denk dat toch wel in dit kader van belang is, omdat hier ook gevraagd was aan de minister over, we willen nieuwe systemen introduceren, voorzitter. En we gaan richting, laten we zeggen, biometrische paspoorten waar weersystemen in werking zullen worden gesteld. Maar wat ik hier hoor en wat de minister aangeeft, dat we opgescheept zitten en we kennen de behandeling hier in het parlement met betrekking tot EID en hoeveel onduidelijkheden er waren. En dus het is wel goed, voorzitter, om in het natraject hierna duidelijkheid te verkrijgen, omdat toen hier in het parlement aangegeven is dat reeds betaald was, dat alles in orde was, dat er een lening was genomen, voorzitter. Dus daarom is het goed, en ik zou een beroep willen doen, zover het er informatie is dat dat schriftelijk opgestuurd wordt naar het parlement, maar dat we wel weten waar we naartoe gaan.